Je zult denken, Vincent, waarom drink jij thee tijdens dit warme weer? Het is eigenlijk natuurlijk heel stom om dat te doen. Maar ja, het is niet voor niets theeleuten met Vincent, dus ik heb niet echt een keus. En we zijn er weer met een nieuwe theeleuten. Elke maandag met Even Lekker in Bed, een heerlijke opstartje voor de hele week. En ik ga het weer met jullie over drie dingen hebben, namelijk de Tilburgse kermis, Disneycraft-problemen en Disney-films. Ja, het zijn een beetje gewoon entertainment onderwerpen, behalve de twee, dat is natuurlijk een beetje minder, maar daar komen we bij jullie terug. Ik begin over de Tilburgse kermis. Namelijk, we gaan met de hele crew, met zelfs VIP-mensen, dus mensen die bij ons VIP hebben in de Disneycraft server, gaan we naar de Tilburgse kermis. Net als vorig jaar, gaan we eigenlijk dit jaar weer. En ze hebben dus 8 banen met 2 loopings, ik weet de naam niet meer. Nee, iets met looping star of zo. Ik weet het niet. En ze hebben 8 banen. Nee, maar ze hebben echt veel. Ze hebben zelfs spookhuizen met een spookhuis met karretjes. En daar hang je in. Dus net een soort droomvlucht idee. Je hangt in die gondels. En ja, spookhuizen, dat vind ik bizar. En vooral met zulke karretjes. Het is namelijk ook het grootste spookhuis. Het zeg maar het dark ride spookhuis. Want je loopt er niet door. Dus eigenlijk met karretjes. Die er bestaat in Nederland. De Tilburgse kermis is 4,5 kilometer lang en telt meer dan 230 attracties en meer dan 35 grote attracties uit mijn hoofd dan. Hè? En met grote attracties bedoel ik dan ook gewoon 8 banen en dark rides. En ja, het is fantastisch wat ze daar opbouwen. En ze hebben daar ook weer een nieuwe attractie geëxporteerd of komt uit Duitsland. Want ja, in Duitsland worden gewoon de mooiste kermisattracties gemaakt. Dat is gewoon iets wat gewoon zeker weten is. En als je naar Duitsland als je een keer in Duitsland bent en je ziet een kermis, ga zeker even kijken. Want op de Duitslandse kermis hebben ze echt bijzondere dingen. Dat je denkt van wauw, hoe bestaat dit? Dit zie je alleen in Tilburg. Nou, die mensen die betalen ongeveer 2 miljoen euro. Wil je staan op de staanplaats daar. Dus dat is best wel behoorlijk veel geld. En daarom zijn de attracties ook redelijk prijzig. Wij gaan op een woensdag, op 23 juli op een woensdag. En dan zijn de prijzen gewoon een beetje normaal, weet je wel. Dan zijn ze gewoon 3 euro betaal je per rit. 2 of 3 of 4 euro. En het voordeel is dat je dan zeg maar geld meeneemt. Dat je dan in dubbel zoveel attracties kan. En daardoor is dat is eigenlijk het voordeel, weet je. En we gaan ook nog naar de bioscoop die dag. En ik bedoel, treinkaartje kost ook wel geld, weet je. Dus je moet een beetje voor jezelf. Moet je gewoon kijken. Ik denk dat je aan 40, 50 euro heb je van een hele dag plezier. Als je echt lekker een dagje uit wil op de Tilburgse kermis. We gaan dus op woensdag 23 juli. Dus als je wil komen, je bent altijd welkom. En dan kan je ons misschien ontmoeten. We zijn rond 12 uur op de Tilburg, op het Tilburg station. Dus dat wordt echt awesome. We zijn met alle admins er sowieso. Kenzo, Justin, noem maar op. Echt heel veel mensen komen eraan. Dus zeker weten komen kijken. Dat is leuk als jullie er ook zijn. Ten tweede, Disneycraft problemen. We hebben de opening gehad van Disneycraft. En daar ga ik even op drinken. Maar ik moet het eigenlijk weer uitspuren. Nee hoor, het is een beetje fout gegaan. De server had wat plugin problemen. En we zijn nu aan het uitzoeken welke plugins er een beetje vervelend doen. Maar we hebben al heel veel dingen eruit gehaald, waardoor de server een beetje minder mooi eruit ziet. Ja, klinkt weer een beetje raar, maar we hebben foto's weggehaald en zo. En dat, ja, we hebben nou fantastische alternatieven erin gezet. Dus dat wordt wel weer gaaf. We zijn bezig met alle systemen om die helemaal opnieuw te maken. Dus geen één attractie doet het. Maar we zijn ook keihard bezig met alle attracties om die helemaal weer netjes op gang te laten brengen. En dat is fantastisch nieuws. We zijn nog steeds mee bezig. En we gaan zo snel mogelijk weer die wijdlust eraf gooien. En dan gaan we gewoon echt 24/7 open. Dan kan je gewoon altijd joinen wanneer je wil. Als derde en laatste heb ik Disney films. Ik heb heel veel Disney films gezien deze komende dagen. En dat was omdat ik heel veel binnenkreeg en ik heb gewoon films nog helemaal niet gezien. Ik heb bijvoorbeeld hier Pinocchio. Pinocchio had heel lachwekkend een 4.3 scherm, 4.3. Dus dan heb je geen widescreen, maar echt het ouderwetse televisiesysteem 4.3. Dus een blokje eigenlijk. En Pinocchio was wel apart, want in Pinocchio kwam natuurlijk, hij kwam tot leven. En ineens was die twist dat ze ineens, die vader was ineens, of ja, die vader van Pinocchio, die was ineens door een walvis opgeslokt of zo. Ik dacht van, hè, waar gaat het nou ineens keer over? Gaat het ineens over een walvis? Dus het was een beetje een rommelig verhaal, maar wel echt heel grappig.
Toen, nou, Bolt heb ik eigenlijk niet gezien. Maar wel natuurlijk ooit is, maar niet deze week. Dat is natuurlijk ook een fantastische Disney film. Dan hebben we nog deze, Tarzan. Die heb ik eigenlijk ook voor het eerst gezien. Ik vind een pluspunt voor de liedjes, echt waar. Echt, Phil Collins heeft echt tof werk gedaan. Mooi verhaal, Hercules. Die heb ik een paar maanden geleden, of dagen, een paar weken geleden, sorry, weken geleden heb ik die gezien. Ook een fantastische film. En deze was ook wel echt een klassiekertje. Aladdin. Of Aladdin. Aladdin zeggen ze in de film. En wij zeggen Aladdin. En Aladdin was had echt een fantastisch verhaal. En wil ik aan jullie weten, van welke vier films, wat jullie kunnen kiezen uit Pinocchio, Tarzan. Oh, drie films. Excuus mensen, excuus. Jullie kunnen uit deze drie films kiezen. Waar ik een recensie over moet gaan maken voor mijn kanaal. Dus laat het weten, dan kan ik gaan schrijven voor een leuke recensievideo. Met daarin uitleg wat ik van die film vind. En ja, dan komt dat binnen een paar weken op mijn kanaal. Dus laat even weten onder in reactie. Welke film zou jij graag een recensie over willen weten van mij? Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het geduld dat jullie hebben aan Disneycraft. Ik wil ook melden dat het leuk is dat jullie hebben geabonneerd. En dat jullie volgende week weer een Theeluid video kunnen kijken. En het zou fantastisch zijn als jullie vond ik ook lekker theetje bij de hand pakken. Ik zeg proost en tot de volgende week. En geniet deze week van mijn kanaalvideo's. Want het wordt zeker grappig en hele bijzondere, rare video's. Proost.